Goedemiddag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van vanmiddag 1 uur zien we veel bewolking boven Nederland. Uit die bewolking viel vooral boven de Noordzee, het uiterste zuiden en uiterste noorden van Nederland regen. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog en in het noordoosten en oosten klaart het op. Er kan wat nevel ontstaan, heel misschien ook een mistbank. Vanavond is het een graad of 4. In de loop van de nacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt en dan kunnen natte wegen glad worden door bevriezing. Ook morgenochtend vroeg is het nog koud, maar in de loop van de ochtend breekt steeds vaker de zon door en vooral 's middags schijnt de zon geregeld. Het blijft droog en bij een rustige wind wordt het 8 à 9 graden. Het is een heerlijke dinsdag met prima voorjaarsweer. Maar woensdag zijn we dat alweer kwijt. In de loop van de ochtend neemt de bewolking toe en in de middag en avond gaat het vanuit het noordwesten stevig regenen. Ook waait er een harde zuidwestenwind. Donderdag en vrijdag vallen er buien, maar schijnt ook van tijd tot tijd de zon. En daarbij ligt de temperatuur 's middags tussen 7 en 10 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.